Welkom bij een nieuwe aflevering van de Na-UCL-show van Coolcast Sports. Ik ben jullie host Chill. Ik ben hier met Alex Phantom. Ik ben hier met Marcus Capenda. En ik ben hier met Brian Suarez Duarte. Welkom, guys. Eerst en vooral, we hebben vandaag... hoe is het met jullie? Ça va, man. Het is een leuke Champions League-avond. Nu geef je wel mental health, hè? Dat is omdat ik er zelf onderdoor ben aan het gaan momenteel. Ik hoop dat iemand zou vragen hoe dat met mij is, maar het is goed. Wat is bij jou? En mij rustig, man. Project aan starten. Nieuwjaar is begonnen, Savabia. Bro, is het niet podcast, is het met jou? Ik leef. Okay. Ik heb jullie de kast gegeven en nog steeds niemand heeft gevraagd. Ik heb wel een vraag. Hoe gaat het met jou, Gilles? Fuck you. Hoe gaat het met jou, Gilles? Fuck you. We hebben een wat is mijn camera? We hebben een GoFundMe gestart op Instagram voor 2020 GWOW. Stuur hem een centje. En wat gaan we doen met dat geld? Of ook aan dat Togo, trash kopen. We verkopen ook Gilles een bandje vandaag. En, hij heeft zijn bandje helemaal kapot gesmeten. Hij is van zijn bandje. Dus als je die wilt kopen, Coolcast memorabilia. Heb je die kapot gegooid bij de goal van Griezmann of bij de penalty? Nee, bij de goal van Griezmann. Was het ergste of het was nog gelijk? Hij heeft dat kapot gegooid bij de 1-1. We gaan met die GoFundMe anger management betalen. Anger management? Ik heb geen eigen problemen. Behalve als Griezmann scoort. Bro, hij heeft blackface gedaan en hij scoort tegen een team vol zwarte. Dat is mijn probleem. Viva racisme. Wat zei je? Kan ik het knip dat ik zit op mijn Instagram? Bon. We hebben eerst om 6:45 naar twee wedstrijden gekeken. Ik lieg, we hebben niet naar Shakhtar Inter gekeken. We hebben naar Ajax Besiktas gekeken. Ja. Wat vonden we daarvan, boys? Ajax indrukwekkend, vond ik. Balbezit. Heel veel looplijnen zonder de bal. Heel veel curved runs. Dus heel veel, heel veel looplijnen. Heel veel beweging bij Ajax. Dus iets wat ik wel heel graag heb gezien. Gewoon voetballend ook gewoon heel goed van Ajax, denk ik. Dus ja. Ik denk dat ze ook de groep gewoon makkelijk gaan winnen. Ik was ook onder de indruk van Ajax. Ik heb vandaag misschien beseft hoe sterk ze zijn dit jaar. Ja. Ja, ik vond ook dat ze heel sterk waren. Vooral omdat Haller veel kansen nog heeft gemist. Enorm veel kansen. Ik had het gevoel dat het 4-5-0 ook had kunnen zijn. Gewoon. Hij wordt heel goed bediend. Met Tadic, Berghuis. Antony is een probleem op de flank. Mazraoui. Gravenberg heeft goed gespeeld. Super aanvallend. Ze hebben echt een goede ploeg, man. Ze hebben veel opties, hè? Ja. Heel veel opties. Een heel goede ploeg. Ja, jij zei nog iets interessants over Batshuayi. Je zei dat dat een spits is die ook bediend moet worden, zoals Haller bediend moet worden. Ik denk dat als Batshuayi bij Ajax zou spelen, in dit Ajax, hij scoort het 30 per seizoen, denk ik. Hmm. Het ding is met Batshuayi is, van, als hij echt naar een ploeg gaat, zoals je zegt, jij zei, van, met een echte 9 speelt, dan prikt hij bij elke ploeg. Dus als een ploeg echt een 9 zoekt, dan prikt Batshuayi bij elke ploeg. Maar zoals heeft die kans nog niet gekregen. Zoals in dat periode bij Dortmund, vond ik. Ja, toen zochten ze hem echt en toen was hij op zijn best. Zelfs die kleine periode bij Chelsea. Ik denk dat in een dominante ploeg is dat inderdaad een spits die heel nuttig kan zijn. Maar ja, ik denk vooral in een, ik weet niet of dat een woord is, maar een negencentrische. Snap je? Ik snap wat je bedoelt, maar ik denk ook dat dat geen woord is. Ah, het is tijd dat jullie Alex beginnen te snappen, want ik ga niet altijd echt Nederlands spreken. Ja, negencentrisch. Op wat ben je anders centrisch? Gecentreerd op 9. Oh, je hebt ploegen die. Kijk, rond de 10. Chelsea speelde vorig jaar niet rond de 9, maar met hun 2-10's en shit en hun wingbacks. Hoe zou je dat noemen? Huh? Wingback-centrisch? 2-10-centrisch. 2-10-centrisch. Maar als je nu, stel je voor, City heeft geen spits. Zo, als je Batshuayi zit bij City, dan prikt hij dat toch ook makkelijk 20 dit jaar? Ja. 20? Niet. 20. Want Batshuayi is technisch goed onderlicht. Hè? Hij kan in die fase een rol spelen. Mm-hmm. En is iemand die bij elke voorzet wel in de 16 komt. Dus en zijn positiespel is gruwelijk. Ja, heel goed. Ja? Hij echt beweegt als een spits. Straks ook. Hij gaf een bal op de paal. Jammer, slecht getrapt. Consistent G1. Maar het positiespel, de vooractie was enorm. Ja, ik denk dat ook zijn sterkste punt is, de vooractie. Maar hij heeft wel een kans gemist, hè? Ja, dat was die bal op de paal. Ja, ja, ja. In de 16 is zijn IQ anders. Oh ja, maar ik vind dat raar dan als een ploeg als City. Misschien is dat niet het profiel, qua naam misschien niet super interessant, maar ik weet niet hoeveel dat Besiktas hem heeft overgekocht van Chelsea. Maar ik denk dat City wel kon doen met een spits als. Ik ben zelfs niet zeker dat hij gekocht is. Ja, de uitlening waarschijnlijk weer. Waarschijnlijk. Ja, hij is ook zo die rare projecten daar van Chelsea dat hij iedereen uitleent. Ja, man. Ah, jullie zijn high op Batshuayi, man. Hij is een killer. Hij is een goede spits, hè? Hij is momenteel gehuurd voor een huurvergoeding van €150.000. Dat is waar. Voor City is dat niks, hè? Ja. Als hij naar City ging, was hij ook een miljoen geweest. Maar dat is. Maar start hij bij City boven Jesus?
Jesus speelt zelfs niet in de spits. Hij staat op de flank. Waarom? Niemand speelt als in de spits. In de spits. Ja, maar Jesus was van nature nooit echt een spits geweest. Hè? Mm. Wie is er wel? Heb jij niet gezegd dat hij bij Palmeiras op de flank was? Maar ik zet hem liever dan. Nee, dat is. Anyways, er is nog... Anyways. Er is nog een wedstrijd. Ik ga niet liggen, ik heb het moeilijk vandaag. Guys. Dat mag. Het is ook bijna mijn maandag, is mijn verjaardag, dus je weet. Ik ben nu echt aan het dieptepunt. Mm. Real Madrid verloor 1-2 in eigen huis van Sheriff Tiraspol. Ja, man. Is hij gescoord? God is groot, hè? Yasurbek Yakish Keboev. Sorry als dat racistisch klonk. Oh, en Sebastien Til. En dan ben je maar Karim Benzema op pen. Hey, bro, nee. Lees deze naam. Lees deze naam. Oh. Lees deze naam gewoon één keer. Huh? Yasurbek Yakish Keboev. Voilà. Bye. Jaxi Baev. Baev. Is ja? AE. Ken je hem? Nee, het staat OE. Dramatisch. Het staat OE. Het staat AE. Ja, man. We hebben die match niet gezien, maar nee. Ik vind dat de verdiende loon van Real. Voilà. Ik zie, Real heeft 31 schoten tegenover de 4 van Tiraspol. 11 op doel, waarover 3 van Tiraspol. Mm. Ah, dat is wat ik wou doen met Marcus. Mm. Wat wil je doen? Want hij is toch Mr. Stat Guy? Zeg. Oh, maar dus, omdat jij zei van... Dat wat ik begreep, wat jij zei, was van dat stat soms een wedstrijd of een wedstrijd kan beschrijven. Mm. Ja of nee? Tuurlijk, stats zijn... Dus, maar als je dat niet wist... Ja. Ik zal nog eentje droppen. Goals zijn ook een stat, hè? Dus een wedstrijd gespeeld vandaag. Mm. Ik ga niet zeggen wie. Ja? De stats zijn... Ploeg A heeft 4 schoten op doel, 2 gemist... Ploeg B heeft 9 schoten op doel, 5 gemist. Wie heeft er gewonnen? Dat kun je niet beschrijven. Allee, dat kun je niet weten. De goals bepalen wie wint. Maar ja, de grotere kans... Ja, dat is waar, maar omdat jij... Zeg wie er meer heeft gescoord, ik ga je zeggen wie er heeft gewonnen. Nee, maar omdat jij zei van... Het was bij de way City PSG. Mm. Maar het was omdat jij zei van... dat er heel veel stats waren dat dan wel een wedstrijd kan beschrijven. De meek is gewoon vroeg van, oké, maar een statistiek kan niet zeggen hoe dat wedstrijd is verlopen. Nu ook, City was... Duidelijk de dominantere ploeg, maar toch wint PSG, snap je? Maar je kan dominant zijn en verliezen. Hebben we die discussie al niet gehad? Ja, ik denk het wel op een van die vorige episodes. Ik ben aan het wachten op de match van PSG City. We zijn er nu toch over bezig? Nee, nog niet. Flow of the show. Ik vond dit een hele mooie flow of the show. Weet je wat mooie flows of the show? Als je iets gaat doen van... Gelukkig zit hij daar. Voor zijn wiel. Broer, zijn mics en zijn camera's. Stop. Als die camera's uitstaan. Waar staat je auto geparkeerd? Zat hij terug aan het station? Waarom zit post je met zo? Nee, maar even serieus over de match. Jij hebt het meeste bekeken van Milan. Niet het meeste, hij was de enige die dat bekeken. Nee, ik heb de tweede helft meegekeken wanneer Liverpool 1-20 stond. Ik heb meegekeken. Ik was net op Tui Fly. Ik heb een vliegtuig naar Milan deze nacht. Als die scheidsrechter daar pak aan de luchthaven. Aan Malpensa? Aan niet halen. Wat was de rode kaart verdiend van Kessie? Het is 2 keer terecht geel, ja. Mm. Terecht geel of rood? Heeft 2 keer terecht geel. Ja. Een trekfout en dan op iemand zijn tenen gaan staan van achteruit. Hoeveel minuten? Ja. 30e minuut had hij rood. Hoeveel was het toen? 1-2 verloren. Nee, hoeveel was het? 1-0 voor Milan op dat moment. 1-0. Want we hebben in de 84e minuut scoort Griezmann Blackface Antoine de gelijkmaker. Calmos die zijn. En... Suarez, die geen... wat had hij nu weer? Suarez bijten en die had nog iets. Een W voor racism. Wat had hij gedaan? Hij heeft iets met Evra gedaan, heeft Chiellini gebeten. Hij heeft Evra van genoemd of zoiets. Dus we gaan dat bliepen. Team gaat dat bliepen. Nee, dus we krijgen gewoon 2 doelpunten van mensen die... mooi, ja. Snap je dat? Maar... Kijk, er zijn positieve aspecten aan de wedstrijd. Ja. We hebben een heel jonge kern. Mm-hmm. We hebben jongens die zich echt hebben bewezen. Een Sandro Tonali, een Brahim Diaz. Die hebben zich bewezen tot op een punt dat ik niet dacht dat wij klaar voor waren als ploeg. Rafael Leao, vooral als hij die oma scoort. Dan, ik heb het u gezegd, ik ging direct... Als hij scoort, is dat een wereldgoal. Ja, ja, ja. Als hij scoort, is dat een wereldgoal en bestel ik zijn t-shirtje direct. Maar dat is niet het geval, we hebben verloren. Maar ik heb een vraagje over de wedstrijd, hè. Mm-hmm. Ik denk rond de 60e of 70e minuut wissel je Leao voor Giroud. Maar je staat met man minder. En jij zegt van, mooie observaties van, ja, we willen de bal bijhouden. Dat was niet gelukt. Maar als je niemand hebt op diepgang dan?
Ik vond dat raar was, omdat er twee linksbacks op het veld stonden op die moment. Ja. Ballo Touré, dus een Fransman van 5 of 26 die we onlangs hebben gekocht. En Theo Hernandez. Ja. En Theo Hernandez heeft wel die diepgang en die infiltratie. Dus ik denk dat het plan dan een beetje was van eerst en vooral op lange bal spelen. En we gaan, snap je? Verdedigend is Leao toch niet degene die de meeste inbreng heeft. Giroud heeft ook niet echt die inbreng. Dus dan is het meer iets van, we zitten twee linies van 4, of eigenlijk een linie van 5 en een linie van 3, want Salemakers was bijna op rechtsback aan het spelen. We geven die bal op Giroud en dan moet er één van die twee van Salemakers of Theo Hernandez maar, de diepgang verzorgen. Wist je dan niet, want je zegt, we gaan dan met twee lage blokken spelen, met 4-4-1 dan. Maar, meer een 5-3-1. Maar ja, maar je verliest nog steeds iemand die het extra loopvermogen, extra loopwerk kan doen, omdat Giroud die afstanden niet zo snel kan belopen als Leao. Ja, en zelfs in de omschakeling, als je naar vooruit moet gaan, heb je niemand in de snelheid om dan. Ik vind dat ook gek. Omdat Diaz met momenten nog. Maar. Ja. Nee, ik zou het logisch vinden, na de rode kaart, dat je zegt, ik zet er iemand op die de bal kan bijhouden. Mm-hmm. Want we gaan nu beginnen pompen, dus we moeten altijd iemand hebben en we kunnen opschuiven. Mm. Maar ik vind het gek dat je na 70 minuten, waar iedereen toch al kapot is, dan denkt, we gaan de bal gooien. Want als je zegt, hij moet hem bijhouden, wil dat zeggen, we gaan opschuiven. Maar jullie gaan niet meer opschuiven. Nu is het gewoon 20 minuten vechten. Dus ik vond die wissel heel... ik vond die tactisch niet slim. Oftewel zit je dan een 6 daar heel veel kan lopen, gaten dicht lopen of iemand anders gewoon. Maar ik zou niet Giroud op dat moment erbij zetten. Maar hebben jullie nog een profiel? Dat was het ding. In het, Ibrahimovic is geblesseerd. Pellegrini, maar ik zou hem ook er niet op zetten. Ja, maar Pellegrini is een jonge, onervaren spits die volgens mij ook niet het scorend vermogen heeft of een bal kan bijhouden of die diepgang echt heeft. Mm-hmm. Dus meer een beetje van niet echt één specialiteit. We konden ook geen 6 meer inbrengen, want dat was met Tonali al het geval, omdat Kessié rood had gepakt. Je hebt nog Maldini en Gabbia, toch? Gabbia is een centrale verdediger. Oh ja, maar dat iets dat je gewoon... Dat je iemand opschuift. Daniel Maldini was misschien, achteraf gezien, misschien een betere wissel geweest. Maar ja, ik denk ook, als Giroud er één scoort of als we 1-0 winnen, dan... Ja, klopt. Ik denk, want daarna brengt hij dan nog eens Florenzi en nog iemand in. Ik had dan Florenzi ingebracht, gewoon op de flank. Hij kan hoger spelen. Ja, hij kan hoger spelen. Hij kan en van voorspelen en bak. En hij ging wel lopen. Ik bedoel, zijn grootste kwaliteit is zijn loopvermogen. Ja, dat is... Ik vond dat jullie niks meer van qua dreiging aanbieden nadat Leao daar even Maar ik denk dat dat tegen een team als Atletico moeilijk is, man. Ik denk dat is al een fysieke strijd, sowieso. Ja. Maar dan met 10 tegen Atletico, plus, die fysiek paraat is, hebben verschillende plus profielen. Het laatste ding dat ik wil toevoegen is, inderdaad, met profielen, als je dan twee centraal deze hebt bij Atletico die graag die hoge balduels wil hebben, dan zou ik niet Giroud erbij zetten. Zou dat iemand erbij zetten dat nog een beetje mobiel is? Maar als ik zie, de invallers vandaag waren Fode Ballo Touré, met alle respect, dat is onze tweede keuze linksback op zijn best. Die moet wedstrijden spelen zoals tegen La Spezia invallen en zo tegen de rechterkolom onderin. Sandro Tonali is ingevallen omdat Kessié rood pakt. Giroud is ingevallen omdat ik denk dat Leao misschien de pijp was misschien een beetje uit. Rebic is er dan ook uitgekomen omdat hij geel pakt eigenlijk in dezelfde fase als dat Kessié rood pakt. Dus dat was ook weer enorm dom. Mm. Florenzi is er dan ingekomen, ik denk voor Salemakers. Dus hij had wel zo dat loopvermogen wat je zegt, van op de rechterflank. Terwijl dat Calabria wel achter hem ligt. Maar ja, voor de rest is er alleen Maldini en Gabbia. Dat zijn twee jongens van 19 en 21. Ik denk niet dat die momenteel de kwaliteit hebben om iets bij te brengen. En dat is een beetje het probleem met Milan. Van, er staat een stabiele kern, maar er is nog niet genoeg om te zeggen van die gaat de match veranderen. Oké, Ibrahimovic is geblesseerd. Dus. Maar nu denk ik daaraan, want dat was wel één van de kijkersvragen. We doen die op het einde, maar eentje past hier wel bij. Is iemand vroeg hoe ver gaat Milan geraken of kunnen die echt tot de halve finales en zo geraken? Ik heb wel al twee matchen... Het is niet dat ik een slecht Milan heb gezien. Nee, dat zeker niet. Er zit wel iets in. Oké, jullie zitten in een heel moeilijke groep. Maar er zit wel iets in, snap je? Want jullie komen voor tegen Atletico, jullie komen voor tegen Liverpool. Dus denk je dat jullie toch nog uit die groep geraken? Het is maturiteit, denk ik, dan bij jouw ploeg. Vooral maturiteit. Ik denk dat dat wel iets is wat Ibrahimovic en Giroud moeten brengen. Ik denk op middenveld is er niet echt iemand die Champions League ervaring heeft. Misschien als Bakayoko binnenkort fit is, dat hij dat kan brengen. Ja. Maar die is ook niet van de kwaliteit om te zeggen dat hij een Champions League wedstrijd gaat domineren. Nu hebben we wel 0-6. Als je 6-6 pakt tegen Porto, wie weet, maar dat is ook gemakkelijk gezegd. Ja. Maar big if. En zij gaan ook nu moeten winnen. Dus. En Porto is ook een ploeg die nu moet winnen. Ik denk Liverpool en Atletico zullen nu in de tweede leg wel beslissen wie dat er de groep gaat winnen. Ja. Maar aan de andere kant ook, jij kijkt veel La Liga.
Atletico scoort nu al 3-4 weken altijd in de 90ste minuut winning goal en zo. Mm. Dus je moest dat ergens wel verwachten na die 1-1 van hey. Ja, het moet zo zijn, sowieso. Het is niet altijd overtuigend, maar ze halen het resultaat, snap je? Een ploeg die wel overtuigend is gewonnen vandaag was Liverpool. Hè? Wat? Maar ja, het is wel... 1-5. Maar het is altijd wel een herhaaldelijk voorstuk dat jullie altijd tegen Porto winnen. Ja, ik weet niet waarom. Porto ligt ons gewoon. Bij deze, shout out naar mijn vader. Kijk naar de show. On en ami 5, tu connais. Maar voor mij. Dacht jij een hele andere shout out? Dacht jij zegt Porto ligt hem ook goed? Nee. Maar wat vooral positief was voor mij is het feit dat Salah scoort, Firmino valt in, hij scoort. Gewoon, voor mij zijn dat matchen waar ik zoiets heb van, de jongens kunnen terug in vorm worden. Want vorig jaar was dat ook, met Porto, of 2 jaar geleden, ik weet niet, was dat ook zo van, we waren in een slechte periode. Na ronde 16. Ja, en dan geven we die, 7 of zo. We geven die, ik weet niet hoeveel goals in 2 matchen, en iedereen heeft zo'n boost. Ja. En dat is wel handig voor de competitie. Ja. Toen zijn jullie toch terug tot 4. Voilà, ik heb zien dat Joe Gomez ook terug is ingevallen. Pak je minuten, boy. Dus maar heel veel is er niet over de wedstrijd te zeggen van, voilà, 1-5 is gewoon klaar. Je zegt oké, Firmino scoort 2 keer, maar is het niet een beetje een probleem met Liverpool nu? Je speelt al 4-5 jaar met dezelfde voorste 3. Ben je niet aan het twijfelen van oké, dat is de meeste voorste linies worden veranderd na 3 jaar. Hè? Je hebt de periode gehad met Neymar, Messi en Suarez. Ja. Dat zijn na 2-3 jaar opgebroken. Hetzelfde heb je gehad met City, Sané met Sané, Aguero en Sterling. En ik kan nog zoveel voorbeelden geven. Ik denk dat jullie een beetje over jullie limieten zijn gegaan. Alleen, je hebt het voordeel wel dat Salah elke wedstrijd prikt. Want vorig jaar heb je dan Mane die niet prikt en het moeilijker hebt. En dan zie je elke al die tekenen. Nu heb je wel Jota erbij gehaald. C'est ça, maar vorig jaar ook. Vorig jaar, Jota was ons wekenlang aan het redden. Ja. Hij valt uit. En dan ziet iedereen van, die andere boys zijn eigenlijk al weken niet aan het prikken. Jullie begin, ik zou niet zeggen... Minamino is misschien nog een halve. Nee. Die is er nog niet. Nee. Kan hij het halen? Dat is niet goed genoeg. Dat is niet goed genoeg. Gaat hij het niveau nog halen? Nee. Of gaat hij zo worden wat Origi en Alex Oxlade-Chamberlain en Shaqiri waren? Maar bijvoorbeeld, ik denk een Origi heeft meer kans dan Minamino, maar gewoon op zijn plekken zijn ze te sterk. Maar Minamino is zo, hij kan heel veel dingen, maar hij heeft niks waar hij heel goed in is. Hij kan links, rechts, hij is technisch. Maar jullie wel zo iemand in die ploeg. Ja, dat is Henderson, gewoon... Henderson, jong guy, toch? Nee, dat is gewoon Firmino, maar minder. Harvey Elliott, maar hij is nu helemaal oud. Maar jullie hebben geen opties, vind ik. Ik denk dat Liverpool toont dat zij gewoon een stabiel team hebben. Ja, maar juist niet. Want kijk, vorig jaar zie je dat er 1 of 2 verdedigers uitvallen. Mm-hmm. De hele seizoen stort in elkaar. Inderdaad, Jota, redt u dan dat seizoen? Ja. Want hij ging op een streak van elke wedstrijd. Hij speelde, scoorde hij. Maar ik zie nu, oké, Harvey Elliott valt uit. Nu, stel je voor, moest hij om de zuur komen bij Salah, want hij heeft ook heel veel wedstrijden gespeeld, of Mane. Dan zie je wel eigenlijk dat die rotatie toch niet top is. Want nu Origi ook heeft gespeeld, maar hoeveel wedstrijden heeft hij vorig jaar gespeeld? Nee, tuurlijk. Dat is niet meer dan normaal. Niet meer dan 5. Ja, maar nee, ik vind... Welk team verliest zijn 2 starting centerbacks? Snap je? Dat is heel uitzonderlijk. Oké, maar waren meer omstandigheden. Maar welk team heeft geen backups daarvoor? Ja, maar nu hebben ze wel backups. Ze hadden Matip. Want vorig jaar waren ook de backups oud. Ik denk zelfs Matip was ook oud. Maar je hebt maar 3 startende centrale verdedigers. Maar je hebt er maar 3. Ja, maar dat is meer dan genoeg. Ja, maar kijk, nu heb je nog 2. Hoeveel moet je er hebben? Nu heb je Van Dijk, Matip, Gomez. Ja, dus nu heb je genoeg. Maar vorig jaar had je niet. Nee, maar ze hebben het opgelost. Nu hebben ze opgelost, ja, maar ze hebben nog steeds niet op bepaalde posities opgelost. Ik vind dat je middenveld ook nog een beetje licht is. Er zijn genoeg spelers. Ja, bro, maar niet zijn genoeg. Ze zijn gewoon vaak blessed. Maar niet genoeg kwaliteitsspelers. Ja, Fabinho, Henderson, Keita, Jones, Oxlade-Chamberlain. Chamberlain speelt bijna nooit. We zijn stacked. Jones vind ik heel goed. Hem ga ik maar rust laten. Keita speelt altijd wisselvallig. Dus dit seizoen momenteel zijn goed bezig. Thiago is ook heel geïnteresseerd geweest. Je hebt 6 gasten voor 3 posities. Ja, maar je hebt niet. Ja, oké, maar van die 6 moet je elke keer zeggen -3, want ze zijn bijna nooit fit. Nee, dat is maar waar. Als je daarop moet rekenen wanneer je team bouwt, dan ga je nooit genoeg spelers hebben. Nee, maar ik vind niet dat je gewoon 3 oftewel durabele spelers hebt of 3 spelers die qua kwaliteit vergelijkbaar zijn. Wat ik moet zeggen is, Thiago is waarschijnlijk de beste middenvelder van alle 3, maar pas niet zeer wel Liverpool. Ja, maar kijk naar het voetbal van vandaag. Welk team is er fit gebleven de laatste jaren? Waarom?
Je kan niet van elk team verwachten dat ze City-levels van squad depth hebben, snap je? Ja, maar ja, maar de mee, maar Liverpool zoet er ook niet naar, vind ik. Ja, maar kijk, maar City hebben het geld ook niet, want ik vind ze stabiel. Ze hebben al vaak aangegeven dat ze niet meer uitgeven. Ja, maar je mocht, ik vind niet dat je, 70 of 80 of 90 miljoen kunt uitgeven aan Van Dijk en zeggen we hebben geen geld, bro. Sorry, ik geloof dat niet. Ja, dat is een andere conversatie. Dat is een andere conversatie. Maar bon, ja, oké, props naar Liverpool, maar ik vind dat ze, en ik zie dat al jaren al, dat ze van voor nog te licht zijn. Nu ook, Origi gaat alleen spelen in de League Cup en dan misschien de ene. Ah ja, en als Liverpool nu nog de rest van de volgende twee wedstrijden in de Champions League, gaat hij de laatste wedstrijd wel spelen. Maar. Carmelo Cup Legend. Net of is. Heb ik een nieuwe naam. Ja, man. Ik ga elke keer gewoon mee zitten. Zoals Gunna deed met Pandemic, Winner Panoramic. Ik ga dat doen. Ja, man. Er was nog een andere heel belangrijke wedstrijd. Yes. Red Bull Leipzig tegen Club Brugge. Yes. Dat jij iets anders ging zeggen. Wat? Shout out Club Brugge. Dat ging zeggen. Ah, Dortmund. Dortmund was vol. Dortmund was vol. Nee, shout-out Club Brugge, shout-out Van Aken, shout-out de Ketelaren, shout-out Noah Lang, shout-out Van der Bremt, hij is ingevallen. Rits. Shout-out Philippe Clément. Shout-out Philippe Bolingoli Clément. Ik heb die tweet ook gezien. Hem. Ja, ik claim hem. En als Clément boscoach van Congo wordt. Nee, Clément is zo'n giskes. Nee. Soyons dignes. Nee, shout-out Brugge. Gewoon... Ze verdienen om te winnen. Clément niet makkelijk gehad. Sorry. Doe maar. We moeten leren niet door elkaar spreken. Ja, voor onze Feng Shui. Ja, man. Ik zeg goed. Feng Shui. Ik wil een clip ervan. Ik was klaar. Wat ik wou zeggen was, Clément zou op voorhand hij wil een tweede plek. We zijn nog maar speeldag 2. Maar hij heeft momenteel PSG en Leipzig gehad. En hij heeft die tweede plek. 4 op 18 momenten. Vanaf dat jij met ballen speelt, respecteer ik je. Ja. Wat het resultaat ook is. Ja, zo... ga uit vanuit je eigen voetbal. Eigen kracht. En, wat? Ja, nu is er wel een pause of hè? Stay in your lane, man. We waren, toen ik met mijn goede vriend Hans was aan het bellen, zei hij dat hij 5 punten wou op deze groep. Ze zitten aan 4, dus ze moeten nog 1 op wiskunde 12 halen. Mm. Het is gewoon mogelijk, hè? Ik ga voetbal. Ik zei het, bro. Het is gewoon mogelijk. Waarom had je voetbal? Al mijn tics zijn... Hij is gewoon niet graag ongelijk. Al mijn tics wrong. Nou, man. Ik geloof het gewoon. Nee. Ik geloof het. Nee. Nu ik moet negatieve guys spelen. Nee. Ze finit. Vandaag was het laatste. Niks meer. Jij jinxten. Pas vandaag op, was het laatste. Ze gaan eigenhandig de Belgische coëfficiënt redden. Zot. Zijn nog laatste eind in de groep? Ah, sorry. Nee, niet laatste. Knip. Nee, Leipzig heeft 0. Leipzig laatste. Dat is niet erg. Leipzig is wel aan hun seizoen begonnen. Ze hadden wel slechte resultaten, maar ze hadden echt wel goed gespeeld. En ik had gedacht dat ze... Ik dacht op voorhand wel dat de makkelijkste wedstrijd eigenlijk op Leipzig zou zijn, omdat ze vooral een ploeg in de omschakeling zijn. Maar ik denk nu... Wacht, dit was op Leipzig. Dit was op Leipzig. Ah ja, oké. Dit was op Leipzig. Nice. Dit doof is. We hadden nog 5 kijkersvragen. De eerste was, kan Milan de halve finale halen? Nee. En je bent eerlijk. Dat is waar. Dat is changé. Wat is het probleem? Niks daarvoor. Ik zeg gewoon, dat is changé. Nee, maar zeg iets anders. Wacht even, zeg eerlijk. Wat is het probleem? In het begin zei mag ik iets zeggen? Dat is mijn enige issue. Zeg eens iets. Vinden jullie dat Gilles en Marcus moeten kussen? Drop ja, dat is incest. Drop een emoji. Waarom? Hij is mijn neef. Drop een emoji. Ja, wat dan zeggen? Dat is incest. Ja, hallo? Ja, bro. Context is zijn neef. Dat is jullie keuze, man. Nee, maar iedereen die context doorgaat. Ah, nogmaals. Nee, mensen weten. Gilles is mijn neef. Aangetrouwd. Doe rustig. Wauw. De volgende kijkersvraag was... Wie is de beste tiener in deze campagne? Ik ga eerst antwoorden, want ik heb het juist antwoord. Ja. Jude Bellingham. Nee. Wie zeg jij? Ah, maar hij heeft vanaf altijd die guy. Ah, zie. Wie zeg jij? Ik momenteel Jude. Oké. Hij heeft weer assisten. Jij? Ja? Nee, wie zeg jij? Nee, stop ermee. Ja. Ik zeg Charles. Hoe oud is Charles? De ketelaar. Nee, hoe oud is hij? 19. Hij is ook goed bezig. Weer assist vandaag. Nee, niet googlen. Waarom moet je nu veranderen van leeftijd. Speler? Nee, gewoon leeftijd. Nee, stop. Hij is van 2001. Wie? Charles. Wat is zijn verjaardag? Maart. Dat wil zeggen 20 ans. Huh? Ah, hij is 20. Ah, bro, hij is een tiener. Hij is geen tiener, hij is 20. Een tiener, bro. Hoe kun je een tiener zijn in je leeftijd begin met 2? Vrada? Nee. Nee, maar is het niet officieel? Is het niet vanaf officieel 21 dat je dan geen tiener meer hebt? Oh. Nee, wat zeg je? Elke leeftijd die eindigt op 10. Nee, ik weet het. Hij gaat over
Leeftijd in het team. Nee, ik weet het. Elke leeftijd kunnen we dat trouwens. Elke leeftijd die eindigt op 10. We gaan dat bliepen wat je net zei. Wat heb je gezegd? Je zei, ik ben geen ja. Bro, ik heb al 4 episodes lang gespeeld. Ja, ik denk dat ook. Ik denk dat wel. Ik heb dat al vaak gezegd. Hè. Stop er nu mee. Hè. Bon, wie is u? Mason Greenwood. Bon, volgende vraag. Denk het morgen kun je die take verdedigen. Als jullie weer verliezen. Jullie hebben verloren van Young Boys. Je hebt ook verloren. Op dus wat? In Atletico en Liverpool. Dus? Je hebt verloren van Young Boys. 0 op 6 is 0 op 6. Hè. Ja, jullie hebben bijna van 10 verloren. 0 op 6 is 0 op 6. Dat is waar. Dat ga je morgen zien. Een L is een L. Dat is waar. Warm of koud, een L is een L. Dat ga je morgen zien. Warm of koud, een L is een L. Voilà, ik vecht na deze episode mee. Ga ik t-shirt kapot scheuren. Zit er te veel ego in PSG om de CL te winnen? Ja. Nee. Ja. Ja. Hebben we net dezelfde game gekeken? Hey, Mbappé is een guy, hij speelt zonder de voetbal IQ. Maar dat is iets anders. Ego. Dat is geen voetbal. Ego. Racisme, no? Nee. Het is niets met racisme te maken, bro. Er zit te veel ego. Ja, maar het ding is eigenlijk, hun coach kan daar niet mee omgaan. Een Ancelotti kan daar mee omgaan. Is maar één ego in die ploeg. Kan daar mee omgaan. Is maar één ego in die ploeg. Mbappé. Dat is de enige ego in die ploeg. Dus dat is niet te veel. Want Neymar heeft beseft van, toen hij wegging, want hij was op een ego-trip weggegaan van Barça. Dan heeft hij beseft. Messi is sowieso niet op die ego-trip. Allee, jawel, maar Neymar is een guy. Messi is waarom? Maar Mbappé is eens mijn ego. Echt waar. Maar hoe is dat dan te veel? Eén speler met ego. Omdat hij, denk ik... Hij is de meest cruciale van de drie. Wie? Mbappé. Om te gaan winnen? Yeah. Ja, 100%. Hij is de meest cruciale. Zodat die aanval werkt, ja, hij altijd in balans. Dus als hij... Maar dat is niet te veel. Als hij een beetje... Speler. Als hij weet van... Teamplayer. Ja, 100%. Snap je? Maar hij is nu op die Westbrook shit. Nee. Heb je gezien vandaag? Ah, wel, ik heb het al gezien. Hij heeft niks gedaan. Nee. Was niet assiste. Goed, hè? Bro, maar... Dan gaan we straks Deja, is, was dat echt een assist? Dan gaan we straks we gaan het beat hebben over de match. Hallo! Oké. Okay. Kan Ajax de Champions League stint van 2018-19 herhalen? Nee. Oké, hier niet. Waarom niet? Ze hebben een heel goede ploeg, hè? Is interessant. Toen waren ze op een paar seconden van de finale. Lucas Moura! Chanda Soos. Ja. Ze hebben een heel goede ploeg, hè? Maar wat dat team toen heeft gedaan, was boven verwachtingen, boven hun niveau. Ze hebben ongelooflijk voetbal gebracht. Tegen ook. Real en Juventus. Ja, dat was next level. Dat was ergens anders. Nu zijn ze gewoon goed. Maar als ze een makkelijkere loting krijgen? Ja, maar uiteindelijk ga je nog steeds tegen die top moeten spelen. Ja, 14. Nee, die kunnen elkaar uitschakelen als je gelukt. Ja, maar ergens... Halve finale, ergens. Ja, als je zo Sporting en dan Atalanta en dan... Milan. Ja, Real met 17. Ja, daar gaan we niet over gaan. Halve finale. En dan een Real met zoveel geblesseerden. Misschien dat het dan lukt. Maar ik denk puur op kwaliteit gezien, zie ik het niet gebeuren. Dat team was beter. Vragen? Brugge, Ajax. Wie wint er? Ajax. Nee, ik denk sorry. Ajax. Te snel antwoord. Ik denk Ajax. Ajax nog steeds? Was hij niet vorige keer Brugge? Ik heb vandaag Ajax gezien. Maar Brugge wint... Brugge behaalt meer... behaalt punt in de moeilijke groep. Ah, maar wanneer hij zegt hij verliest... Man, laat me. Nee. Waarom wijst hij altijd naar mij? Nee, ik ging je helpen. Wat is het probleem? Broer, Fox. Maar dat kunnen we niet testen, want we kunnen niet weten... Als Ajax in de groep zat van PSG en City, zouden ze punten halen. Klopt. Dat kunnen we niet weten, maar ik denk gewoon puur voetballend gezien... Als je kijkt hoeveel dreigingen dat Ajax heeft, en verdedigend lijken ze me ook stabiel, denk ik wel dat Ajax tegen Brugge zal winnen. Ik zeg niet dat ze Brugge omver gaan blazen of zo, maar ik denk wel dat Ajax nog steeds wint. Het zal competitief zijn. Klopt. De Brugge laatste kijkersvraag. Dat is van Kibo. Ja, hè? Nee? Ik weet dat niet. Oh, hoe ver raakt Real Madrid? Ik weet niet. Kwartfinale zeker. Kwart. Ze staan zo uit de groep en dan Warschau winnen ze hun eerste wedstrijd. Ja, kwartfinale. Hoeveel staan ze nu in hun groep? Tweede, denk ik. Tweede, na Sheriff. Sheriff eerste? Ja, Sheriff heeft zes op zes. Zes? Ah, boy. Ja. Tira, Spol, motherfucker. Misschien gaan Warschau wel derde eindigen, Sheriff dus. Wie zit er nog? Inter en? Real? Ah, nee, Shakhtar. Hoeveel heeft Real? Inter? Sorry. Sheriff 6, Real 3, Inter 1, Shakhtar 1. Ja. Ah, minimum kwart. En nog alle kanten op die groep. Denk, Real zal minstens kwart finale, maar ik denk wel halve. Denk, minstens nee, kwart. Nee, denk niet met die ploeg halve finale. Ah, ze nee. beginnen draaien en zo. Is het toernooi? Ja, ik weet het, maar het zijn twee wedstrijden. Het is niet 1-1-1-1, het zijn twee wedstrijden. Een loting, bro. Nee, dat is waar. Ja, maar jij verwacht dat elke ploeg een makkelijke loting hebben. Wie gaat dan de moeilijke ploeg krijgen? Nee, het kan, dat is waar. Real is de moeilijke ploeg. Voor veel teams. In dit Champions League editie. Is Real. Nee, ik ga niet zeggen een makkelijke ploeg, maar niet een van de moeilijke. Er zijn meer ploegen. Dat is geen Bayern, dat is geen City, dat is geen PSG. Niemand hoopt op Real. Ja, dat zeker. Nee, maar dat is omdat ze een Champions League ploeg zijn. Ja.
Ja. Voilà. Nee, dat is waar. Maar daarom, je denkt niet. Daarom denk ik half finale. Minimum kwartfinale. Jullie hebben allemaal gelijk vandaag. We zijn allemaal winnaars. Je bent moe, hè? Nee, nee, niet eens. Bon, naar de wedstrijd van morgen. Oh, gaan we PSG City niet doen? Jij bent een rare cirkel aan het maken. We hebben PSG City niet gedaan. Bro, ah, ik dacht dat je die hield voor het einde. Ja, ja. Ja, ik dacht ook. Bro, we hebben er zelfs niet over gesproken. De match die wij vandaag hebben gevolgd... Was PSG City. Dat. En de leuke dingen die we kunnen zeggen is... Voor deze wedstrijd heeft PSG nog nooit gewonnen. De drie laatste keer hebben ze... Heeft City gewonnen en de eerste twee keer was het gelijk. Dat klopt. Maar er is een gouden regel in het voetbal. Messi gaat Guardiola klappen geven totdat Guardiola terug naar Barça komt. Bewijs mij het tegendeel. Ze hebben gewonnen in City. Bewijs mij het tegendeel. Ze hebben gewonnen in City in 2017. Wat? Ik was deze aan het luisteren. Deze gaan perfect. Wat zei? Ik zei, ze hebben gewonnen in City. Wie? Barça City. Ja? In City, ze hadden gewonnen City. In de groepsfase. Nee, maar wie is er door? Wie is, snap je? Allebei. Nee, als ze uitschakeling en shit. Ja, altijd Messi die doorgaat. Ja, Messi houdt van City. Eén match, alles. Messi houdt van City. Ja, moet gewoon Guardiola laten weten van, ik heb jou gemaakt en niet jij mij. Nee, nee, respecteer, Pep, respecteer. Wat kun je nu zeggen over de wedstrijd? Ik ben gewoon blij, man. Mooi. Maar hoe kun je nu zeggen, ik ben blij? Want voordat hij ziet, kijk, hij ziet zo van, ah, Pep, ah, Messi. Bro, voor wie bent je dan? Allebei. Iedereen die iets met Barça te maken heeft mijn support. Ik ben blij met Messi. Zijn eerste goal voor PSG was een mooie goal. Zeg dat nog eens. Iedereen die Barça had? Iedereen die iets met Barça te maken heeft mijn support. Je support Araujo. Hoe support je Guardiola? Je support Griezmann. Hij heeft ons achtergelaten, man. Je support Griezmann. Ja, we hebben nog een treble gepakt daarna, meisjes. Je hebt echt vandaag een vendetta tegen Griezmann. Laat hem rust. Vandaag? Voor je kan mijn hele podcast geven, ik ga elke keer Griezmann belachelijk maken. Nee, wat vonden jullie van de wedstrijd? Dat was een goede match. City was beter, maar veel beter. Het probleem is, en ik heb ook tegen jullie gezegd van dat Pep niet moet spelen met Cancelo op links en dat hij gewoon, als je dan echt moet spelen met twee rechtsbacks, zit dan Cancelo op rechts. Maar ga niet Cancelo op links zetten. Is er een reden dat Zinchenko niet meer speelt? Ik denk dat hij blessa is. Ik zou geen reden kunnen vinden waarom dat Cenk. Want hij speelt al lang niet meer. Vaak. Ja, maar ik denk dat hij blesseerd is gewoon. Die deed het altijd goed volgens mij. Ja. Die had ook het potentieel om echt die startende linksback. Hij is goed gewoon. Hij is ook gewoon goed op de linksback. Ook als hij niet zijn natuurlijke positie. Mm. Ja. Maar hij zou nog steeds Cancelo spelen. Zo. Nee, ja, want vorig jaar in de finale heeft hij Cancelo bench. Dus. Hij heeft een blessure sinds september al. Want hij was tegen Southampton en Chelsea niet in de selectie door een blessure. Ja, nee, hij is al een tijdje eruit. Dus de medewerker kan denken van oké, misschien een Aki op die linksback. Maar het probleem is dan met City langs die flank, zijn er twee rechtsvoetigen die aan al twee naar binnen komen. Ja. En hij kan dan beter Cancelo op die 11 zitten dan Grealish. Want Grealish op die 11. Heel moeizaam. Heel moeizaam. Ja, dat is waar. Maar ondanks dat hebben ze wel gedomineerd. Ja, oké, maar je verliest 2-0. Ja. Ze moeten eens mijn spits spelen, man. Ja, dat is wat ze missen. Al die ze missen Aguero echt hard. Ze rekenen denk ik. Hè? Want heel veel die ballen die voorzitten, dat zijn gaven en zo. Aguero prikt ze allemaal. Ja. Vandaag had ik wel zoiets van... Ik besefte vandaag wel van... Had Kane de transfer gemaakt naar deze ploeg, dan waren wij allemaal in de shit. Ja. Dan waren wij echt allemaal en dat was mijn agenda. Zeker Milan. Ja. Dat was mijn agenda. Zeker Milan. Nee, maar... ik was ook verbaasd met het middenveld van PSG. Omdat je weer speelt met Gueye en Herrera en dan Verratti. Maar het is wel een drie hardwerkende middenveld, waardoor je dan wel zegt dat Mbappé, Neymar en Messi niet meer zoveel moesten gaan zakken. Ja, ze konden chillen. Alla. In de vorige wedstrijd was het dan verkeerd, denk ik, want dan hadden ze met Paredes. Ja, toen was Verratti er nog niet. Paredes, Wijnaldum en Herrera. Ja. Nee, maar ik vond PSG niet indrukwekkend. Ik zie ze ook niet... ik zie ze uit de groep komen sowieso, maar ik zie ze niet super ver geraken, omdat ze... Ik vind dat die voorste drie... Ja, je moet iemand opofferen in die voorste drie. Oh. Ik vind vooral Ik vind vooral ontgoochelend dat je vanaf de eerste minuut zag van PSG gaat City laten komen. En dat vond ik echt fucked up. Ik vind, als je zoveel kwaliteit hebt, je hebt drie van de beste aanvallende spelers in de wereld. En je gaat ervan uit van, ach, we gaan... Maar het is omdat ze gewoon voetbal niet goed genoeg zijn. Je kunt niet domineren in dit City. Dat is City, bro. Je kunt niet met dit middenveld van Gueye, Herrera en Verratti dan de beste van de drie, domineren tegen City. Op middenveld, hè. Impossible. Want je speelt tegen... Zet dan een ander middenveld. Ja, maar wie kan hij zetten? Paredes hetzelfde. Wijnaldum is goed, ja. Wie? Die Maria. Die Maria is oud, denk je, nog steeds.
Nee, die heeft gespeeld. Nee, die heeft gespeeld. Heeft hij gespeeld? Ja. Ja. Maar zelfs hij gaat niet oplossen. Jawel, maar Di Maria werkt niet in het middenveld 3. Nee, dat is waar. Je gaat sowieso iets moeten opofferen voor die 3 van voor. Oh ja, dus. Ja. Oftewel switchen naar een 2 op middenveld. Maar hij moet in omschakeling spelen. Ik ken niet anders. Je kunt niet met. Spijtig genoeg. Het ding is, ze hebben wel genoeg middenvelders volgens mij om iets op te staan. Want ik ben nu aan het kijken. Er staat Paredes, Pereira, Gueye. Allemaal defensief. Verratti, Wijnaldum, Herrera. Niemand is creatief. Niemand is creatief. Verratti. Ja, oké, Verratti. Maar niemand is echt creatief. Maar dat moet niet. Je hebt ik, vind, en ik vind Paredes klopt. Creatief vanuit zijn zusrol. Wie? Paredes vindt creatief vanuit zijn zusrol. Nee, maar Paredes heeft zo te veel. Heeft zo die. Hoe zeg je dat weer? Pita. Neem je tijd. Oh, fuck. Neem je tijd, we laten u uitpraten. Ja, ik kom er niet bij. Neem je tijd. Nee, maar Paredes is goed. Hij heeft gewoon die. Ja, ik zou niet kunnen zeggen, die tricks of van. Het is niet erg, broer. Hot hit it zo, hè? Snap je? Ja. Irrational decisions. Ze heet hoofd. Irrational decisions. Is, die eerste keuze. Xhaka. Decision making is niet goed. Ja, Xhaka. Hij is goed, hè? Hij is goed in zijn positie, maar op momenten wanneer hij de juiste pas moet geven, geeft hij dan de verkeerde pas. En dat is ik te veel mis. Snap, ja. En die voorste linie. Ah ja, Messi was heel goed vanaf Paris, vond ik. En hij scoort een typische Messi-goal dat we al 10.000 keer hebben gezien met die dubbele kaart. Maar ik denk wel inderdaad met de 11 die vandaag hebben gespeeld. Aangezien dat Neymar, Mbappé, Messi, guys zijn die toch altijd naar binnen gaan. Mm. Als je dan rechts een Hakimi hebt, links een Nuno Mendes. Mm. En je weet van, je hebt een Herrera en een Gueye die alles gaan coveren en gaan sluiten waar dat die ruimtes gaan laten. Is het gewoon logisch. Dus het klopt wel. Ze zijn ook gewoon 2-0 gewonnen. Uiteindelijk het resultaat telt. Ja. Maar ergens blijft dat wel spijtig dat je met die jongens niet kunt of wilt of gaat domineren. Ik zie het niet werken voor PSG. Ja, ik zie deze ploeg niet de Champions League winnen. Behalve als ze waar ineens een zotte spree gaan doen en ineens 2-3. Logisch. Maar ja, je moet ze toch tijd geven. Ja, maar ze hebben deze zomer niks uit te geven. Ja, maar ze hebben al zoveel voetballers. Ja, maar ze hebben niks uit. Ja, maar ze moeten. Probleem kijk, ze moeten gewoon die trade doen. Herrera, Loes, nog iemand. Ja, maar het probleem is wie ga je kunnen transfereren in januari die nog niet Europees is. Ja, nee, sowieso. Ja. Nee, maar die regel bestaat niet meer. Hè. Is dat weg? Dat is toch weg? Ah, dat weet ik niet. Denk het niet meer. Jawel, toch? Maar dat voor twee was toch blijf doorgaan, ik ga was toch een van de eerste? Toen hij van van Salzburg is gegaan, heeft hij gespeeld toch voor Dortmund na de januari. Dus die regel is normaal niet. Dat is heel mogelijk dan. Ja, blijf even door, ik ben aan het factchecken. Can January signings play in the Champions League in Europe? Maar ze hebben sowieso niemand nodig. Ze hebben niemand nodig. Jawel. Om de Champions League te winnen? Ze hebben niks uitgegeven, maar ze hebben wel spelers gehaald. Ja, oké, maar ze hebben niet de juiste pieces gehaald. Vanaf dat Ramos scorers begint te scoren, is het gedaan. Middenveld is niet sterk genoeg. Ik denk jullie overschatten hoeveel je nodig hebt om een CL te winnen. Nee. Je hebt Messi, Neymar, Mbappé. Maar het systeem werkt zelfs niet. Moet kijken naar het systeem werkt niet. Maar ze zijn net begonnen. Vorige week moesten we ze nog tijd geven, of 2 weken geleden. Ja, oké, maar jullie al. Factcheck is klaar. Ze mogen een maximum van 3 nieuwe spelers inschrijven vanaf januari. Dus dat maakt niet uit of ze al hebben gespeeld of niet. Ja. Je mag, maar je mocht er zo wel maar 3 pakken. Oké. Oh, 2 is genoeg. Snel 2 van. ik weet niet, 2 van City gaan al op de bank zeker. Pogba en Gundogan. Nou, op het gemak niet veel. Dan heb je een probleem. Hè? Sowieso. Ja, maar zelfs Pogba in het middenveld werkt niet. Maar zien jullie dit Wie City ver geraken? Dit City? Ja. Alsjeblieft, sorry. Zien jullie dit City ver geraken? Ja. Hij gaat weer iets dom doen. Ja, weer half finale. Gewoon weer half finale. Guardiola gaat weer iets dom doen of zo. Ja, eerst dat half finale, finale sowieso. Maar. Hij gaat zo een uitkwartfinale in Zenit verliezen of zo. Nee. Bro, Pep is die guy niet. Daarom. Het zijn echt de big games die hij respect. Respecteer die man. Het zijn echt de grote wedstrijden die hij verliest. Ja. Half finales, finales. Die uitwedstrijd in de Champions League haalt niet veel. Hè. Nee, maar hij chokt maar wanneer iedereen kijkt. Bro. Ja. Hij kan beter zo'n finale choken tegen. Hij is die guy thuis, we winnen 7-0 al. Ja. Volgende week, Young Kids. Als Milan finale speelt tegen City, dan weet ik zeker dat we winnen. By the way, er is zo'n City fan in onze comments. Wanneer? Ik kan mannequins fixen, zodat je niet het stadion kunt droppen, dat je het stadion een beetje vullen. Ik heb connecties, no worries. Ah, shit. Ik heb naar de affiches van gisteren, vanmorgen gekeken. Ik moet eerlijk zeggen. Het lijkt op een Europa League speler. Ja, er is niet meteen een affiche waar ik naar uitkijk. Juventus-Chelsea nu wel. Maar ja, Atalanta Young Boys. Atalanta is een hele leuke ploeg om naar te kijken. Ja. Ik denk dat die er wel gaan overlopen. Ja. Sowieso. Manu Villarreal gaat wel een leuke affiche zijn, denk ik. Ja, we gaan de Europa League finale. Sevilla speelt ook nog een leuke. Ja, Wolfsburg. Gaat zeker ook een goede zijn. Ik wil nog iets zeggen. Zeg het. De Bruyne heeft nog steeds last van zijn enkel blessure, maar hij gaat dat nooit toegeven. Kan zijn. Want zijn prestatie vandaag was. Mm. En het is nu oppassen naar de Nations League toe ook. Of hij dezelfde prestaties gaat kunnen leveren. Ja, dat is ook binnenkort. Maar het ding is ook. Maar enkel dat zijn zo moeilijke blessures. Hè. Ja, je komt nooit meteen eerste week.
Dat is een beetje een paar weken, een paar matchen loslopen. En dan, want de intenties waren er wel. Maar je ziet wel hij was een vroege voorzet spelen en zo. Vond je niet dat hij rood moest krijgen voor die fout? Ja. Ik vond dat rood. Ja, een randje. Ja. White privilege, man. Maar hij heeft al geel gekregen. Maar Jill, alsjeblieft. Maar ik ben gewoon boos. Ik ben in mijn feelings door Milan en omdat het bijna mijn verjaardag is. Rocco sponsors. Kunnen wij de show afsluiten op een positief bericht? Maar toch. Ja, maar moeten we de rest van de wedstrijd niet? Wolfsburg-Sevilla, heb je daar iets over te zeggen? Dat doe. Rashford is bijna back. Malmö. Wie? Rashford? Ja. Yeah. Zijn niet Malmö? Hoe lang nog? Malmö. Malmö. Ze hebben twee puntjes op de hoogte. Dat was Özil. Dat is een clown. Malmö-Özil. Ah! Kibo vroeg daarnet, hij had een goede vraag. Özil, Prime Özil of Prime de Bruyne? Ja, Prime Özil of Prime de Bruyne? Prime Özil. Definieer eerst Prime Özil. Ja, waar heeft Prime de Bruyne gewonnen? Wat ik zelf van hem zeg. Nee, want veel mensen denken Prime Özil is 2012 Real Madrid. Dat is niet Prime Özil. Ja, maar veel mensen. Je zei Prime Özil, vraag ik aan jou. Ik denk van niet. Wie is Prime Özil? Arsenal Özil. 2016. Nee. De Özil onder Mourinho, bro. Dat is een monster, bro. Özil op rechts. Wat? Monster. Wat? Met die Maria. Besef, mensen dachten dat hij snel was. Zo goed was hij. Yeah. Dat ging naar Arsenal, iedereen zei, oh, die boy is traag. Hij loopt niet veel. Snap je, je speelt in een sterrenteam dan. En hij is nog jong. Ik heb moeite met geloven dat twee... Ik ga heel simpel antwoorden op die vraag. Ah, is nu Stessa Bovall. Özil heeft een WK gewonnen. In 2014. En een EK, denk ik. Ja, Özil, maar dat is teamprestatie. En een EK in de mannschaft. 21. Ik kan niet zeggen dat ik me Özil kan herinneren bij de mannschaft. Pas op. Die statement ga ik niet zeggen. Bro, weet je niet... Dan zet ik een Müller en een Kroos boven hem in de mannschaft. No, ik ga niet Müller. Ja, maar omdat hij niet scoort, Özil. Hij is wel de guy die in de Gima waarschijnlijk weer zit. Hij creëert kapot veel. Die 7-1 naar tegen Brazilië. Maar ik zou dat niet als argument gebruiken als in Prime Özil is beter dan Prime De Bruyne. Nee, Prime Özil was gewoon beter. Die is hard, man. Die is moeilijk. Die is moeilijk. Vista. Als je zegt Vista is Özil. Ik denk dat De Bruyne nog tijd heeft om die statement te veranderen. Nee. Maar momenteel is hij heeft nog tijd. Wat is De Bruyne? 30? Gaat hij nog beter worden, De Bruyne? De Bruyne is 30. Hij is van juni 91. Hij zit over zijn piek, denk ik al. Özil is maar 2 jaar ouder. Hè? Hij zit over zijn piek. Nee, ik denk dat De Bruyne zit nu in een 2-3 jaar piek nog. Hè? Nee. Zeker. Ik denk dat hij over zijn piek zit en hij zit in die fase van heel veel blessures. Heel veel kleine blessures. Ja, maar dat is... Ja, ik denk dat ze hem gewoon even moeten laten rusten. Dat is 2 jaar bezig. Hij moet gewoon even rusten, dan is dat goed. Ja, maar je kan niet zeggen dat hij moet even rusten als Pep de coach is dat het meeste wisselt in de Premier League. Ja, maar Pep komt terug naar Barca. Je weet waar die hij ook niet zo met deze selectie. Jullie kunnen hem niet betalen. Wat? Jullie kunnen hem niet betalen. Op dit moment kunnen wij niemand betalen. Wij zoeken vrijwilligers. Hij speelt gratis. Hij houdt van de club. Is er nog Aqua? Is er nog Actua? Er is Actua, ja. In de wedstrijd van Juventus-Chelsea morgen zijn er 4 cruciale spelers uit voor Chelsea. Reece James is uit. Christian Pulisic is uit. Mason Mount is uit. En N'Golo Kanté heeft COVID-19 opgelopen. Oei. Chelsea heeft een kern. Gaan dat oplossen. N'Golo Kanté is een fraud. Lukaku triple Marseille. Gaan dat oplossen. N'Golo Kanté is een fraud. Ik heb nog... 2 actual topics. De eerste is, UEFA heeft de klachten tegen Barcelona, Real en Juventus ingediend. Ze hebben geen camera. Teruggetrokken. Ja, ze hebben geen ruggengraat. Pussies. Pussies. Next. Javu. Ze deden stoer, hè? Zo wat de big man doen van... Hey, pussies. Iedereen die Super League wou, maar... UEFA, pussies. Die Super League komt nog, hè. Ze gaan die nog opnieuw doen. Die komt nog. Ze gaan hem zelf. Ze zijn de Champions League al aan het veranderen naar Super League. Heb je dat format al gezien? Champions League is in principe een Super League. Ja, maar ze gaan dat nog veranderen naar meer Super League-achtig. Triestig. Een laatste fun fact. Yay. Bondscoach Louis van Gaal stunt met Telstar. Ik heb dat gezien. Hij heeft een 1-0 gewonnen van Jong AZ in de eerste divisie. Jong AZ stond eerste in de eerste divisie, wat dus de tweede klasse in Nederland is. Uh-huh. En Louis van Gaal heeft het daar even overgenomen, omdat hij een weddenschap had verloren. En in de 9e minuut scoorde Glinor Plet de 1-0. En dat was die de eindstand. Plet is dat niet gespeeld in België? Die naam zegt me iets, maar misschien is dat een andere. Dat weet ik niet. Ik denk dat iemand anders is. Bij Anderlecht? Jawel. Heb jij het nu voor een keeper? Nee. Spita. Jawel. Gespeeld bij... Brian. Ja, heeft gespeeld bij Racing Genk en bij Zulte Waregem. Ah, voilà. Maar dus ik ken niks van buiten voetbal, bro. Respecteer me. Nee, niet zijn, hè? Respecteer me. Nou, je bent vandaag scherp. Zie. Hij heeft in 2013 de beker van België gewonnen met Racing Genk. Ja, ik ken hem nog. Crazy. Ja, bro. Crazy. Hij is zo 1,98 meter of zo. Dat is Kalo light. Oké, niet overdragen.
Check, check. Ik geloof hem, maar niet op. Gilles, mag ik jou iets vragen, Gilles? Kunnen wij de episode afsluiten op een positieve noot van 2020? Ja. Van mij? Of van jou? We hebben 50 episodes gehad. Ik heb nooit gedacht dat we hier gingen raken, maar we zijn er. Ik heb nooit gedacht dat we hier gingen raken. Nee, man. Kan je mij rustig geven? Ja? Wat is het? Oeh, heb je cadeautjes bij? Mijn school shooter. Wat is het probleem? Maandag ben ik jarig. We gaan het laten lukken. Geen stress. Ik voel me leeg van binnen, man. Ik wou gelukkig verjaardag zeggen, maar we gaan nog filmen, dus wacht. Ja, waarom doe je dat nu al? Morgen nog eens. Nee, maar ja, 50. Ja, man. Sterk, voilà, shout-out naar Koolkasport. Mijn rug toe pijn, man. Shout-out naar jou. Ik ben trots op jullie. Doe een shout-out. Shout-out naar onze Instagram-community. Shout-out naar onze Twitter-community. Shout-out naar onze YouTube-community. Shout-out naar de Cooligans, man. Shout-out naar onze Fantasy Premier League-community. Shout-out wie? Umoja Gent, the new year is upon us, recovery. We gaan dat knippen, ik lach. Shout-out naar jullie, man. Brian, ja, man. Marcus, J-Wow. Ja, man. J-Wow. J-Wow. Andy. You're doing a great job, man. Andy, Wasim. Andy, Pepito, Wasim, Jonathan, Chef. Kibu. Tim. Jay, Kibo. Team. Nee, Tim was laatste. Timothy. Wacht, bro. Een beetje respect, man. Dit was de UCL Show met deze prachtige guys. Morgen zijn we daar, terug. Hè? Ja, ik wou net zeggen, hè. Ja, waarom heb ik dat dingetje in de lucht? Ik hou niet van spinnen, man. Ah, je hebt daar een fobie, hè? Nee, geen fobie, maar houd niet van. Weet als we uithouden tot 1 april, oh, ik ga een zieke prank op jou. Probeer. Probeer. Van zijn. Dat is een clubauto, hè. Doe je best. Doe je best. Volgende keer is in mijn rugzak bacteriën. Doe je best. Team. Team focus. Tot morgen. You.